Beste mensen, beste AZ-fans. Op dit moment zit ik thuis en zijn we al dik een week niet meer samengekomen met het team. Al dik een week hebben we niet meer samen getraind. Enorm zonde, want we keken enorm uit naar de laatste periode waar we hoopten dat we iets moois met elkaar konden bereiken. Maar ja, iedereen zit nu ook al met het besef thuis natuurlijk dat er iets gaande is in de wereld dat veel belangrijker is dan sport en dan voetbal. Daarom is het ook enorm belangrijk voor ons als team en als club en ook als jullie mensen, als fans en als mensen daaromheen om goed te luisteren naar wat er voorgeschreven wordt. En dat is vooral gezond blijven, daar alles voor doen en ook vooral thuis blijven. Dat is lastig, ik merk dat ik het ook lastig vind omdat ik heel graag naar buiten wil. Mijn tuin is ook niet super groot, dus dat vind ik enorm lastig. Maar aan de andere kant besef ik ook heel goed dat dat lang niet het moeilijkste is wat er op dit moment gaande is. Voor mij is het, als je het relativeert met wat voor uitdagingen andere mensen hebben, dat veel moeilijker is. En dat thuisblijven eigenlijk maar een eitje is, om het zomaar te zeggen. Dus daarom willen we meegeven, blijf alsjeblieft thuis. Denk om je gezondheid. We hopen dat iedereen gezond blijft, want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste in het leven. En we hopen jullie weer snel te zien.